Venray bloeit. Dat is de kreet die Venray met de Floriade verbindt. En waar iets bloeit, trekt dat bijtjes aan. Dus ging de cameraman op zoek naar deze vlijtige insectjes. Vanwaar deze speciale uitdossing? Wat? Waarom zo gekleed? Oh, dat is leuk. Het thema was Floriade, dus wij hadden nog een bijenpakje. Jij bent een Floriadebijtje? Ja. Waar kom je vandaan? Imker, uit Venray. Waarom doe jij nou mee? Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet goed. Ik klaar mezelf ook voor gek, dus. Nee, gewoon frisse nieuwe jaar ingaan. Heb je alles ooit eerder meegedaan? Ja, één keer, denk ik toen ik 12 was of zo, samen met mijn vader en nu met 2 vriendinnen. Maar voordat er gedoken ging worden, konden de deelnemers eerst even meedoen aan een zogenaamde warming-up. Na de warming-up is het wachten op het startschot, waarna de massa naar het water sprint onder de innovatoren door. Ja. 200 duikers in enkele seconden het water in en weer terug. En dat is niet te volgen, maar de Venray's Floriadebijtjes gaan gelukkig nog een tweede keer. Floriadig jaar zo? Ja, joh, ik ben wel koud. En met hoezo, koud? Ja, baat wel, een beetje koud. Is dat moment... Hey, let op waar je loopt, want je bril is beslagen. Zal ik doen. Duikt het Floriadejaar in. Hoe was de duik? Koud. Heb je er zo ooit eerder mee gedaan? Nee, nooit. Zou je het zo weer doen? Ja, ik denk het wel. En na zo'n frisse duik is een lekker warme kopsoep wel verdiend.